Welkom op het Noordic in Friesenveen. Hey hoi, ik ben Stefan. Dit is het eerste Noordic Journaal van de vestiging in Friesenveen. Wat leuk dat je kijkt. Vandaag in het Noordic Journaal. We gaan je laten zien welke profielen we aanbieden. Hoe je een feestje kunt bouwen samen met een leerlingenraad. Expeditieonderwijs. Ga jij mee naar het buitenland? We leren niet alleen in school, maar ook buitenschool. Dit gaan we bekijken bij de masterclasses. Op onze vestigingen in Friesenveen bieden we voor de BW en KW examenleerlingen het profiel dienstverlening en producten en zorg en welzijn aan. In de volgende twee video's laten we je zien hoe die profielen eruit zien en wat je daar doet. Hallo, ik ben Thijs en wij zitten hier bij dienstverlening en producten. Bij DNP heb je vier verschillende profielmodules. Organiseren van een activiteit. Presenteren, promoten en verkopen. Een product maken en verbeteren. Multimediale producten maken. Naast het algemene gedeelte kun je je eigen keuzevakken kiezen. We laten je ervaar zien. Ik ben Sadie. Ik heb voor het keuzevak presentatie en styling gekozen. Omdat ik iets in de mode wil gaan doen. Bij het keuzevak robotica en digispel leer je alles van een robot programmeren tot je eigen computerspel maken. Hallo, ik ben Lieselotte. Bij het keuzevak ondernemen leer je eigen bedrijf. Hoi, ik ben Iva. Dit is het keuzevak EHBO en dat vinden we heel erg belangrijk. Hoi, ik ben Anderis en wat leuk dat je naar deze video kijkt. Vandaag neem ik jullie mee in ons zorg- en welzijnlokaal. Hoi, ik ben Amber en ik heb voor zorg- en welzijn gekozen omdat het handig is voor de opleiding die je na wil gaan volgen. Zorg- en welzijn is een praktijkvak wat je kiest in de bovenbouw. Je werkt met zorg en welzijn veel met mensen, waaronder met ouderen. Bij zorg en welzijn leer je ook hoe je baby's moet verzorgen. Hallo, ik ben Mam en ik heb in klas 2 kennis gemaakt met zorg en welzijn en dat vond ik superleuk. Hoi, ik ben Lisa en ik ben nu aan het koken. Ik vind het superleuk en we mogen na de tijd ook opeten. Elke week krijgen we een nieuwe kookopdracht. Dat doen we in groepjes van 2. En het is altijd een ander gerecht. Bedankt voor het kijken. We hopen jullie snel te zien op een Noordic in Friesenveen. En op een school gebeurt zoveel meer dan leren alleen. Max uit onze leerlingenraad vertelt je wie zij zijn, wat ze organiseren voor de leerlingen hier op school en dat het vooral door de leerlingen wordt georganiseerd. Hoi, ik ben Max. Ik zit op Noordic Friesenveen in klas 4 en ik zit in de leerlingenraad. We helpen met het organiseren van Sinterklaas, met Valentijnsdag, schoolfeesten of kerstgala's bijvoorbeeld. En dan met Sinterklaas hebben we laatst ook gedaan, regelen we eigenlijk alles een beetje in hoe wij dat willen doen. En dan zorgen we dat het voor iedereen een hele leuke dag wordt op school. En met de schoolfeest hebben we laatst ook georganiseerd, gelukkig nog voor de lockdown. En dat was ook heel gaaf geworden. Ik heb me opgegeven voor de leerlingenraad, omdat ze bij ons ook bij de klas zaten. Toen zat ik zelf in klas 2. En het klonk eigenlijk al heel leuk. En heel veel vriendinnen van mij hadden zich ook opgegeven. Dus ik dacht, nou, het lijkt me ook wel leuk. Dus ik ga gewoon proberen of het mij lukt. En toen ben ik gelukkig ingekomen. Leren in school hoort erbij. Maar we leren bij ons in Friesenveen ook buiten de school. Dit doen we met de masterclasses. Wat ze zijn, wat ze inhouden en wanneer je deze masterclasses krijgt, hoor je zometeen van een aantal leerlingen. Hoi, ik ben Sofie, 13 jaar, ik zit in leerjaar 2 van het Noordic in Friesenveen. En ik ben Jette, ook 13 jaar en ik zit ook in het leerjaar 2 van het Noordic Friesenveen. Ik ben Feline Poortman en ik regel hier op school de masterclasses. Jij als leerling krijgt om de week de keus om verschillende bedrijven te bezoeken. Bijvoorbeeld de huisartsenpost, een autogarage of een bouwbedrijf. Het doel van de masterclass is namelijk om verschillende beroepen te leren kennen. Je kunt ook een masterclass volgen over het interieur. Daarin komt iemand langs en die vertelt hoe je dingen het mooist kan inrichten en het beste kan aanpakken. Ook kan je een sportieve activiteit doen door met de mensen waarmee je in de masterclass zit naar de sportfabriek te gaan. Als je echt iets wilt kiezen wat bij je past, zijn de masterclasses echt iets voor jou. Een wereldreis maken. Het expeditieteam vertelt je wie zij zijn en wat zij doen. Hoi, ik ben Lieke Schippen, ik ben 16 jaar oud en ik zit in klas 4. Hoi, ik ben Milan Leuzers, ik ben 16 jaar en ik zit in klas 4. Het expeditieteam bestaat uit 8 leerlingen en 2 coaches. In het expeditieteam gaan wij dan naar Suriname in en dan gaan wij naar de school in Nieuwe Hora. Er zijn zeker een aantal voorbereidingen voor nodig voordat je in Suriname komt. Namelijk de vaste actie of elke week verkopen in de grote pauze.
En de vaste actie is eigenlijk een actie dat je 24 uur niet mag eten en je bent 24 uur op school. Het is eigenlijk een actie met een, maar eigenlijk een groot feest wat, met heel veel activiteiten, zoals een deels die een bosbouw. Ik heb gesolliciteerd eigenlijk omdat het mij een hele mooie ervaring leek. En gewoon om die mensen te helpen, omdat die zijn niet zo, die hebben het niet zo breed. Dus dat je hen gewoon kunt helpen om een mooie paar jaar te doen. Ja, ik heb gesolliciteerd omdat ik het wel heel erg bijzonder vind hoe het in een andere cultuur is in plaats van hoe je hier woont. En deze kans krijg je niet vaak, dus waarom zou je dit niet doen? Dit was alweer het eerste journaal van de vestiging in Friezenveen. Hopelijk vond je het interessant. Wil je nu meer weten, bezoek dan eens onze website of volg ons op social media. En wil je de school nu eens van binnen komen bekijken, maak dan snel een afspraak voor een persoonlijke rondleiding, zodat we je kunnen meenemen door de school. Tot ziens!